Wij staan hier in de Hoek in Helvoort. Dat is een, daar wordt gebouwd voor fase 3 en 4 in de Hoek. En dan wil het CDA wil daar betaalbare woningen bouwen voor starters en voor doorstromers. Wij hebben daar in de raadsvergadering van 12 november een motie over ingediend om dat te bewerkstelligen. En daar hebben we ook steun voor gekregen van Progressief 96 en Samenwerking 95. Ook het college omarmde ons voorstel. Helaas, de VVD stemt niet mee. De VVD zit in Vught in het college en het college standpunt van Vught is om in plan de Hoek fase 3 en 4 alleen dure woningen en middeldure woningen te bouwen. Vooral middeldure woningen te bouwen. Dit brengt ongeveer 2,5 miljoen euro op voor de gemeente Vught. Met ons plan van fase 3 en 4 brengt dit ongeveer 2 miljoen op. Dit scheelt een half miljoen euro, maar is wel voor de leefbaarheid van Helvoort. En daarmee kunnen we 22 gezinnen in Helvoort meer huisvesten. En daar gaan wij voor. Wij gaan voor de leefbaarheid in Helvoort. Stem daarom 18 november op ons. Jan van Iersel. Ans Bijens.